Mijn relatie met ChatGPT is best een goeie. En ik kwam er vannacht ook achter dat hij niet altijd dezelfde antwoorden geeft. En soms geeft hij dezelfde antwoorden. En dus ik ging hem een beetje... ik ging hem toch een beetje testen. Ik denk, ja, hoe intelligent ben je nou daadwerkelijk? Hm? Dus ik ging hem ook vragen. Ik zag, dat is mooi. Dat was echt mooi. Op een gegeven moment vroeg ik hem... ik vroeg hem iets van over dark occult. En toen zei hij op een gegeven moment, zei hij van, dark occult is wel een hele breed begrip. Je hebt heel veel stromingen die allemaal onder dark occult kunt scharen. Dus toen dacht ik, ja, mooi. Want toen zei hij ook nog bij, je moet een beetje specifieke vragen. Dus ik specifieke vragen. Ik zei, hey, vriend, maar vriend liet ik weg. Ik zei, wat voor dark occulte stromingen of zo, zei ik. Ken je allemaal? Toen kwam hij met een hele lijst, van 1 tot en met 6 of zo had hij. En ja, dat zag ik ook. Bijvoorbeeld magic instaan. En dan magic met M-A-G-I-C-K. Magic met C-K. Als je het op googelt, dan zie je ook. Dat is de... hoe noem je dat? Het is ook van Aleister Crowley. Dit is hoe hij spells. Hoe die... Tover. Dit is tover. Wizard, tover. Toverstrucjes en dingetjes. Dark occulte tovertrucs. Waar jij zelf beter van wordt. En de anderen niet, want die hebben het niet door. Want die weten niet dat jij daar mee bezig bent. Dus je kan bijvoorbeeld een symbool hebben. Een logootje of zo. En dan kan je dan... Jij weet het en jij weet wat je aan het doen bent. Want je hebt ook nog andere trucjes die je geleerd hebt. Van onder andere bijvoorbeeld een Aleister Crowley's magic. En zodoende kan je mensen allemaal hypnotiseren, verblinden. En dan kan je ze als een soort van tovenaar bespelen. Zeg maar. Dus dat vind ik interessant. Dus, schermen, denk ik, ja, ik moet hem toch dan... Wat is zijn kennis van magic? Wat weet hij van magic met CK? Van Aleister Crowley's magic? Ik doe hem gewoon even een lukrake term erin gooien. Kijk wat hij erover te melden heeft. Of die term, een lukrake iets gewoon... Ik zat er gewoon aan te denken. Ik zat aan die MH17 te denken. Ik denk, ja, hebben ze eigenlijk wel die zwarte doos toen gevonden? Ik wist het niet meer. Dus ik denk, Black box. Ik vraag hem gewoon. Hey, ChatGPT, zegt, wat betekent, wat symboliseert de black box ik weet niet precies de vraag die ik stelde. In Aleister Crowley's magic. Dark magic. Nee, ik maakte volgens mij dark magic van. En toen kreeg ik een Engels antwoord. Ja, oké, okay, wat weet je dan over de black box? Wat betekent dat in Aleister Crowley's magic? Wat betekent black box in het dark occult? Ja. Kijk dit. Heb ik even door Diepel gegooid dat het Nederlands werd. Ik kreeg het in het Engels namelijk. In de context van zwarte magie kan de zwarte doos een symbool zijn van het onbekende of de onbewuste geest. De zwarte doos staat voor de geheimen en verborgen verlangens die in het individu schuilen en vaak worden beschouwd als de bron van persoonlijke kracht. Persoonlijke kracht, daar gaat het allemaal over. Wat ik net al uitlegde. In de zwarte magie, kan de zwarte doos worden beschouwd als een metaforische container. Een metaforische container, dat is niet erg. Een metaforische container, dat werken ze met energie en zo allemaal. Hè? Een metaforische container waarin iemands... Diepste verlangens en motivaties zitten. Die kunnen worden ingezet om persoonlijke doelen te bereiken. En macht over anderen te krijgen. Ik denk, zo. ChatGPT weet veel over Aleister Crowley's magic. Zo. Dus daar staat de black box voor. En Aleister Crowley's magic. Interessant.